Eenzaam voel ik mij niet, maar ik dacht van, ik kan mogelijk wel door ook mijn komst daar aan te melden een brug slaan naar anderen die zich wel eenzaam voelen en daardoor de eenzaamheid voor die anderen doorbreken. We hebben eigenlijk een maand of drie geleden pas met elkaar bedacht dat dit een heel goed idee zou zijn. Alles op alles gezet, sociale partners om ons heen gezocht, veel dingen gedeeld, ideeën uitgewisseld. En eigenlijk de eerste gesprekken, daar kwam zoveel energie vanaf dat we eigenlijk gedacht hebben dat we dit jaar nog moesten organiseren. Met de Molenkamp hier in Oldenzaal in gesprek geraakt en zij hebben ook direct een locatie toegezegd waarbij we van die zorg af waren. En toen konden we het ook organiseren vandaag. Praten over de toekomst is wel leuk, maar praten over het verleden heeft veel meer zin. Vooral met de leeftijdscategorie die nu door de jongeren is uitgenodigd. Want het is natuurlijk een fantastisch initiatief wat deze jonge mannen tussen de 21 en 40 jaar gaan doen vandaag. En ik ben ook daar heel benieuwd naar. Al enig idee wat er op het menu staat? Ik heb de vleesmeester aan het werk gezien en de mannen die de soepgroenten sneden. En ik ben zeer benieuwd. Het is een viergangen diner, dus ik... Wacht rustig even af. Hoef vandaag in ieder geval niet te koken zelf.